Waterman, welkom bij jullie reading voor de maand februari 2023. Dit is voor iedereen die Waterman in zijn zon, maan of ascendant heeft. En mocht je natuurlijk interesse hebben in een Waterman of een relatie in een Waterman, jullie zijn ook allemaal welkom om deze reading te kijken. We gaan beginnen met een aantal orakelkaarten en daarna een tarotlegging. Dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet voor iedere waterman resoneren. Neem daarom mee wat resoneert en laat de rest achterwege. En we zitten nu natuurlijk in een nieuwe maan in Waterman. En vooral ja, voor jullie waterman kan het zijn dat je echt een energieboost krijgt in deze periode. Ik wil ook iedereen van harte feliciteren alvast, iedereen die zijn verjaardag gaat vieren. En we gaan kijken wat eruit mag komen voor jullie. Welke boodschappen mogen er voor Waterman voor de maand februari 2023 uitkomen? Wat mogen jullie meenemen? Wat is de energie? We gaan beginnen met de Whispers of Love. Fluisteringen der liefde. Waterman 2023 februari. Eerste kaart voor jullie is vraag om hulp. Waterman, vraag om hulp. Wat is het wat je echt nodig hebt? En ben bereid om hulp te accepteren. Je bent misschien iemand die alles zijn eigen boontjes wil doppen, alles alleen wil doen. Vraag om hulp, durf om hulp te vragen. Wat nog meer? Wat mogen we nog meer ontvangen voor Waterman? Voor Waterman. Uit je liefde, middels giften. Een klein gebaar van liefde kan een geweldig grote waardering brengen. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Een klein gebaar kan een grote waardering brengen voor de ander. Dus neem dat mee. Het is misschien nodig inderdaad om je geliefde een gebaar te geven, een gift, een cadeautje, een kleinigheid. Om te laten zien dat je van iemand houdt. Het kan ook zijn dat je zelf een gebaar van liefde naar je toe krijgt in de maand februari. Of een klein cadeau, een gebaar van vriendelijkheid. Wat nog meer? Wat mag er nog meer uitkomen voor Waterman voor de maand februari 2023? Doe alsof je partner er al is. Ja, en dat is een hele goeie. Dit is ook echt om te manifesteren voor de single Watermannen die op zoek zijn naar liefde, openstaan voor liefde. Doe alsof je partner er al is. Dus creëer ruimte. En openheid, zodat deze partner binnen kan komen. Zodat het universum jou, de partner die je wenst, op je pad kan brengen. Of je nu iemand hebt in je leven of niet, doe alsof ze er al zijn. Alsof ze al met je samen zijn. En hou altijd rekening ermee. Dus maak al ruimte voor die nieuwe partner. Zodat deze binnengebracht kan worden. Dan gaan we kijken met de Spirit of the Animals. Welk dier voor jullie toepasselijk is voor de maand februari. Elk dier, elke Spirit Animal heeft zijn eigen boodschap. Wat is de boodschap voor Waterman? Eén kaart alsjeblieft voor Waterman voor februari 2023. Wat is de boodschap voor Waterman? Februari 2023. Ik schuif ze een beetje op. Zo. En dan hebben we een vriend. Een hond is er voor jullie uitgekomen, Waterman. Vandaag zal ik onvoorwaardelijk lief hebben. Mijn energie en enthousiasme zijn een inspiratie. Ik kies ervoor om gelukkig te zijn. Ik ben een beschermer en een vriend. Dus je kiest voor je eigen geluk. En je bent eigenlijk de regisseur van je eigen film. Je bent een beschermer en een vriend. Dus een vriendschap kan ook een belangrijke rol gaan spelen in de maand februari.
Je bent een inspiratie voor anderen. En ja, je enthousiasme en je energie. En dat kan zeker zo zijn dat jullie nu een energieboost krijgen. Met die nieuwe maan in ja, Waterman. Je energie is een inspiratie. Voor anderen. Of je krijgt inspiratie van een hele goede vriend. Jullie mogen vragen en gedachten nemen, Waterman. En we gaan kijken welk engelenantwoord je mogen ontvangen. Voor Waterman. Wat is het antwoord op de vraag van Waterman? Wat is het antwoord op de vraag van Waterman, engelen? Of welke boodschap hebben jullie voor de maand februari voor Waterman? Wat is de energie? Wat is de boodschap? Waterman. De eerste kaart. Beter worden. Dus dat kan te maken hebben met healing. Beter worden, letterlijk. Je gezondheid verbeteren. Maar het kan ook te maken hebben met een situatie die zal verbeteren. Het zal beter worden. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen wij nog meer ontvangen? Voor Waterman. Ja, is het antwoord. Positief antwoord. Ja. Dus kijk hoe het resoneert met je vraag. Wat mogen we nog meer ontvangen? Nog één kaart voor Waterman alsjeblieft. Engelen. Nog één boodschap voor Waterman. Nog één antwoord voor Waterman. Oeh, en dat zijn er twee. We hebben succes. Dus je zult succes behalen in een bepaalde situatie, maar het is nu niet het juiste moment. En hier hebben we ook ja zonder uitroepteken, dus ja, een positief antwoord, maar het komt misschien later, wanneer je er klaar voor bent. Wanneer de situatie verbeterd is of je zelf beter bent geworden. Bepaalde dingen hebt geheeld in jezelf. Kijk, het is aan jou, ligt er onder op het dek, het is aan jou. Aan jou de keuze. En het ligt misschien eraan hoe hard je aan jezelf werkt. We gaan het Grand Luxe Tarot schudden om te kijken wat de belangrijkste boodschappen zijn. Drie kaarten wil ik zo meteen in het universum voor het sterrenbeeld Waterman voor de maand februari. En graag heldere, duidelijke boodschappen. Die Waterman mag meenemen. Wat is de energie voor februari 2023 voor Waterman? Stave 2. Je bent nog aan het wachten. Vuurenergie, ramleeuw boogschutter. Je bent aan het wachten, je staat op een kruispunt. Je bent aan het nadenken over de toekomst. Wat ga ik doen? Blijf ik in de situatie zitten zoals die op dit moment is? Of ga ik ervoor kiezen om ja, een andere richting uit te gaan? Je bent aan het nadenken, maar je wacht nog. Je staat nog in je comfortzone. En eigenlijk heb je de wereld in je hand. Dus het is aan jou inderdaad, met die kaarten die we hier hebben. Je kunt misschien het gevoel hebben dat het op dit moment nog niet het juiste moment is. Om ja, actie te ondernemen. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Waterman, universum, voor Waterman. Februari 2023. De Ridder van Staven. Waterman. In die keuze, in die nieuwe richting die je uitgaat, kan een boogschutter betrokken zijn. Of iemand met sterk deze karaktereigenschappen. Dit kan ook jullie energie zijn. Je wil volle vaart vooruit. Met die Ridder van Staven, iemand die heel gepassioneerd is, ook wat ongeduldig is, impulsief kan zijn. Je ziet het voor je, met die Staven 2, je bent na aan het denken en je ziet het voor je, je wil actie ondernemen. Maar je wacht nog. Maar hoe lang? Doe niets wat impulsief is, maar zorg dat je inderdaad goed nadenkt over een situatie. Maak geen beslissingen waar je achteraf spijt van krijgt. Want de Ridder van Staven, dat is een hele snelle energie. Maar dat is vaak niet iets wat leidt tot stabiliteit. Dat is vaak iets tijdelijks met de Ridder van Staven. Een tijdelijk avontuur. Een tijdelijk gevoel van opwinding.
wat mogen we nog meer ontvangen voor Waterman? Waterman. In februari 2023 voor Waterman. De schildknaap van Pentakels. Het kan een boodschapper zijn. Iemand die komt met iemand die iets aanbiedt. En dit is ook een hele lerende energie. Maar de schildknapen staan ook voor een pril nieuw begin. Dus het is misschien nodig om eerst om het langzaam aan te doen. Pentakels is een hele langzame energie, aarde-energie. Stier maakt steenbok. Doe het langzaam aan. Zorg dat je eerst alle ins en outs weet voordat je actie gaat ondernemen met die ridder van staven. En we hebben hier de koning van pentakels. Stier maar steenbok. Kan zijn dat er iemand heel veel passie voor je voelt, Waterman. Iemand die niet kan wachten om op je af te stormen, een nieuw avontuur aan te gaan. Iemand die zijn gevoelens, zijn passie uit. Iemand voelt zich heel erg fysiek ook aangetrokken. Iemand wil een nieuwe start maken. En het kan een boogschutter of een aardeteken zijn. Het kan ook jouw energie zijn. Je wil actie ondernemen op een bepaalde relatie. Maar het is nodig om eerst beter te worden. Dus het kan zijn dat je onlangs een andere relatie hebt verbroken. Je kunt te maken hebben gehad met iemand die in en uit was. Een in- en uitconnectie. Iemand die geen stabiliteit kon bieden wellicht. En dit is de algemene energie. Dus dit is jouw energie of de energie van iemand waar je aan denkt. En dit is iemand die succesvol is. Met beide benen op de grond staat. Stabiel is. Heel ambitieus is als het gaat om werk. Materialisme is ook wel belangrijk voor deze persoon. In ieder geval stabiliteit als het gaat om financiën. We gaan het zien. Je kunt erover denken om te wisselen van baan. Waarom ligt hier die koning van pentakels voor Waterman? De koning van pentakels. Het rad van fortuin. Heeft te maken met geluk, het lot, hetgene wat voorbestemd is. En datgene waar je, wat voor jou bestemd is, zal naar je toe komen op het juiste moment. Op het juiste moment, de juiste timing met het Rad van Fortuin. Op het moment dat bepaalde lessen geleerd zijn, zal er iets nieuws binnengebracht worden. En dit kan komen als een soort van geluk op je pad. En dit geluk kan te maken hebben met financieel succes of met een baan. In ieder geval met stabiliteit en zekerheid. Het kan zijn dat er een geldbedrag naar je toe gaat komen. Nog een kaart voor de koning van pentakels voor Waterman. Waarom ligt die koning van pentakels hier? Koning van Pentakels is iemand die ook echt met beide benen op de grond staat. Realistisch is. Kijk, en we hebben hier de kelken 4. Er wordt je iets aangereikt. Met de kelken 4. En dit wordt vanuit hoger hand eigenlijk aangereikt. Dit kan zijn vanuit het universum, vanuit het hoger, om te kijken of bepaalde lessen geleerd zijn, zodat je verder kan naar het volgende. Maar er komt een mogelijkheid op je pad. Iets wat stabiliteit biedt, iets wat zekerheid biedt. Iets waar je in het verleden wellicht in geïnvesteerd hebt. En iets wat uit kan groeien tot iets heel moois. Ook een gevoel van vrijheid. Ja, succes wat naar je toe komt. De zon ligt hieronder, de pentakel 7.
Iets waar je in het verleden aan gewerkt hebt, geduldig bent geweest. En ja, het geduld begint op te raken, want we hebben die ridder van staven hier. Dat kan iemand zijn die ongeduldig is. Ik heb het gevoel dat er nu iets naar je toe komt. Maar je hebt misschien het gevoel, het is niet het juiste moment. Kijk, dit kan ook een kaart zijn van afwijzing. Of inderdaad bezig zijn met heel veel andere dingen. Gefocust zijn op je werk. Met die koning van pentakels. En dan komt er in één keer, je bent misschien bezig met de start van iets nieuws. Een eigen bedrijf. Noem maar op, een nieuwe baan. En gefocust op je carrière, je werk, je financiën. En dan komt er op een gegeven moment een liefde binnen. Iemand die interesse in je heeft. En je komt op een kruispunt te staan. Je denkt, wat moet ik hier nu mee? Dit is misschien niet het juiste moment. Ik wil eerst nog zorgen dat mijn situatie meer stabiel is. Waarom ligt hier de staven 2? De staven 2. Voor Waterman. De staven 2. De staven 2. Waarom ligt hier de staven 2? Oh. Ja, een keuze maken vanuit het hart. Wat is voor mij op dit moment echt belangrijk? De geliefde kaart. En de geliefde kaart. Het zijn twee mensen, mannelijk en vrouwelijk, die elkaar perfect aanvullen. Komt voor een keuze te staan. De geliefde kaart heette vroeger de keuze. Een keuze maken vanuit het hart. Een keuze maken in de liefde. Een keuze maken uit 2. En onder op het dek is waarde 7. Voor sommigen van jullie heeft het te maken inderdaad met een keuze uit 2. Het kan zijn dat er 2 mensen in je geïnteresseerd zijn. En je vindt het heel moeilijk om een keuze te maken. Het kan zijn dat je al een stabiele relatie hebt. Met iemand. Of dat je in het verleden hebt gekozen voor iemand. Maar ik zie ook wat teleurstelling. Terugdenken aan het verleden. Onder op het dek hier ligt de Kelken 5. Nog een kaart voor de staven 2 alsjeblieft. Nog een kaart voor de staven 2. Voor Waterman. Waarom ligt hier die staven 2? Staven 2 voor Waterman. Ja, we hebben hier conflict, competitie. Meningen die botsen. Je zit niet op één lijn met iemand. En dat kan zijn in een huidige relatie. Het kan zijn dat je getrouwd bent of een stabiele relatie hebt met die koning van pentakels hier onder op het dek. Het kan ook zijn dat er familie, vrienden zich bemoeien met de situatie en niet eens zijn met een keuze die je wil maken. Er kan een bepaald conflict zijn tussen jou en iemand of meerdere mensen en je gaat een keuze maken om inderdaad je rug toe te keren. Geen tijd en energie meer ergens in stoppen, wat een verloren zaak is. En dit kan zijn een vriendschap. Het kan te maken hebben met vertrouwen. Je vertrouwen kan verloren zijn in iemand. Waarom ligt hier de Ridder van Staven? Waarom ligt hier de Ridder van Staven voor Waterman?
Waarom ligt hier de ridder van staven? De ridder van staven. En weer die pentakels 2, weer die 2. Er is balans nodig in de situatie. Er moet een keuze gemaakt worden. Een keuze uit 2. 2 situaties, 2 personen. Ridder van staven. Ja. De krachtkaart. Het temmen van je innerlijke beest. Dus je probeert je in te houden. En dit kan te maken hebben met bepaalde verleidingen om het avontuur in te gaan. Je wil eigenlijk je hart volgen, je bent ongeduldig, je wil stappen zetten, maar iets houdt je tegen en je houdt jezelf misschien tegen. Waarom ligt hier de pentakels 2? Maar je bent sterker als dat je denkt. De pentakels 2 wordt verklaard door de pentakels 6. Ja, waar ga ik mijn aandacht, mijn tijd, mijn energie in geven? Waar ga ik in investeren? De voors en tegens afwegen. En die ridder van staven. Ja, je kan je aandacht verdeeld hebben tussen 2 personen. Of 2 situaties tussen werk en gezin. Tussen 2 liefdesinteresses. Maar we hebben hier de staven 4. Een kaart van wensvervulling en stabiliteit. Een kaart van een huwelijk. Een kaart van een verloving, een kaart van werken aan een situatie, geven in een situatie met de pentakels 6. En dit heeft te maken met je basis, met je huis, met je roots. Het kan een gezinssituatie zijn. Waarom ligt hier de krachtkaart? De krachtkaart. De krachtkaart. De kracht. Pentakels 7. De krachtkaart staat ook voor discipline. En de pentakels 7 is inderdaad terugkijken op wat heb ik geïnvesteerd en wat is het resultaat daarvan geweest. En wat ga ik nog geven in een situatie? En daar staat ook weer die pentakels 2. Je bent in dubio. Waar ga ik, wat zijn mijn prioriteiten? En je voelt ergens heel veel passie voor, maar je houdt jezelf nog tegen. En we hebben hier een zware 10. Een situatie die al is beëindigd. Het is over en uit. En je moet verder. Nadat een moeilijke situatie is beëindigd met die zware 10, komen er weer nieuwe mogelijkheden. En er zal succes komen in je situatie, Waterman. Want de pentakel 7 staat er ook voor dat je wijs geïnvesteerd hebt en dat er succes zal komen. En je bent nog aan het wachten hierop. Het kan ook zijn dat je heel veel werk, tijd, energie ergens in gestopt hebt en het is uitgelopen op een einde, op een teleurstelling. Maar met die krachtkaart ben je weer teruggekomen in je kracht, want je zit in de ridder van staven. En dat is iemand die heel erg veel zelfvertrouwen heeft, optimistisch is, nieuw avontuur wil aangaan en ja, ook iemand die ervoor gaat. Kan te maken hebben met reizen, nieuwe mensen leren kennen. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe opties verkennen. En het kan zijn dat er een aanbod gedaan wordt. Met de schildknaap van pentakels. Waar ligt hier de schildknaap van pentakels?
schildknaap van pentakels. Wordt verklaard door de schildknaap van pentakels. En de gerechtigheid onder op het dek. Een kaart van karma, een kaart van balans. En er is heel zeker balans nodig in een situatie. Er moet een keuze gemaakt worden. Het wachten is voorbij, want een situatie is afgelopen. Je hoeft niet meer te wachten. Het is over en uit met die zware 10. Je hebt daar nog een innerlijk conflict over, heb ik het gevoel. Kijk, en dit vliegt eruit. De staven 6, een overwinning behalen. Erkenning krijgen, beloning krijgen, succes krijgen. En een nieuw begin, de aas van kelken. Iets wat je gelukkig maakt of een nieuwe relatie. En je kunt te maken hebben met een stier maagd steenbok. En we hebben heel sterk leeuwenergie en tweeling. Boogschutter. Waarom ligt hier die staven 6? Die overwinning. Staven 6. Dit is misschien iemand die aandacht van jou wil krijgen. Iemand die heel veel passie voor je voelt. Iemand probeert je aandacht te trekken. En wil een nieuwe start. Heeft sterke emoties voor je. Waarom ligt hier de staven 6? Iemand heeft je op een voetstuk geplaatst wellicht. Waarom ligt hier de staven 6? Voor Waterman, ja. Oh. Oeh, de kelken 2. Een sterke emotionele band. Met iemand, een soulmate energie. Kan ook een vriend zijn. Een soulmate energie hoeft geen liefdesinteresse te zijn. Het kan ook een vriend of een vriendin zijn. Iemand met wie je een soulmate connectie hebt. Een hele sterke emotionele band hebt. Iemand die je hulp aanbiedt. Of andersom. Maar dit is in ieder geval een wederzijds gevoel met die kelken 2. Nog een kaart voor de staven 6. Voor de staven 6. Staven 6. De sterkaart. Ja, ik heb het gevoel dat je het middelpunt bent van de aandacht. Je kunt van meerdere kanten uit aandacht krijgen. Maar we hebben hier de zwaarde 3. Je bent nog aan het healen van een bepaalde situatie met de ster en de zwaarde 3. Kan zijn dat je in het verleden bedrogen bent in een relatie. Je zit niet op één lijn met een bepaalde persoon die zijn opties openhoudt. Iemand die een hele avontuurlijke energie, die zich van het ene avontuur in het andere avontuur stopt. Iemand die je eigenlijk als het ware afgewezen heeft met kelken 4. En dit was een les van het universum om van te leren. Maar je bent nog aan het healen en de tijd. Het heeft tijd nodig om alle wonden te helen. Maar ik zie je daar wel bovenop komen. Dit heeft misschien je ego wat aangetast. Maar ik zie je weer die overwinning behalen. En dat heeft alles te maken met een nieuwe start. Een nieuw begin. Iets wat je emotioneel weer in balans brengt. En dat gevoel van het niet weten, wikken en wegen. Wat moet ik kiezen? Me inhouden. Daar komt een einde aan. De toren grijpt in. Het universum grijpt in door een torenmoment. Waardoor de dingen veranderen. Iets wat afgelopen is, is afgelopen. En met de toren, ja, datgene wat weg moet eigenlijk, wat niet meer past op je pad, zal inderdaad verdwijnen. En maakt ruimte voor iets nieuws, iets beters, een wensvervulling. Groei, persoonlijke groei, spirituele groei. Zelfverzekerdheid.
En nieuw geluk, emotionele balans. Iets wat je heel erg blij gaat maken. Nog een kaart van die pentakels. Schildknaap van pentakels dan voor Waterman. De schildknaap van pentakels. Schildknaap van pentakels. Alleen is het op dit moment misschien niet het juiste moment. Het komt onverwachts. En het geeft je ego een boost. En we hebben hier de staven 3. Het geeft je weer hoop voor de toekomst. En dit is inderdaad wachten totdat je schepen binnenkomen. Je opties openhouden, je terugkeren naar het verleden. Het kan letterlijk zijn dat er een kans geboden wordt om te gaan reizen. En dit kan zijn voor werk. Maar het is iets wat je heel gelukkig maakt en waar je eigenlijk direct actie op wil ondernemen, maar nog even twijfelt. Het kan te maken hebben met verhuizing naar het buitenland. We zien ook die staven 4. Maar hoe zit het dan met alles wat ik hier opgebouwd heb? Het is aan jou. Ja, en je staat voor een moeilijke beslissing. Het is iets wat je financieel echt groei oplevert. Dus het zal een aanbod zijn wat voor de lange termijn inderdaad meer financiële zekerheid biedt. Maar je hebt je twijfels, je hebt een conflict, innerlijk conflict. En je probeert jezelf nog wat in te houden, maar ik zie wel die overwinning, dit nieuwe begin. En het kan nu een periode zijn in februari van nog even wachten alvorens actie te ondernemen. Lange termijn plannen maken. En werken aan jezelf, inderdaad, Waterman. Dus doe vooral niets impulsiefs, maar zorg dat je een plan hebt met die Ridder van Staven. Je bent ongeduldig, je voelt die energie, je wil datgene doen wat je aangeboden wordt. Je wil een bepaalde richting uit. Maar heb inderdaad die zelfdiscipline. En je komt hier doorheen, want je bent sterker als dat je zelf denkt. Dus dit is mijn boodschap voor jullie. Ik hoop dat het resoneert. Dan geef me een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. En ik wens jullie heel veel liefde en licht. Nogmaals gefeliciteerd en tot de volgende keer. Dag!